Welkom vandaag op deze bijzondere dag, archeologendag op de Ommerschans. En het is vandaag 7 juli en het is fantastisch mooi weer en een hele gezellige sfeer. We hebben een markt met diverse kramen. We hebben daar een expositie met vondsten die er allemaal zijn gevonden in de grachten zo, en ook op in de gronden rond de Ommerschans. We hebben verschillende rondwandelingen, een patriottenrondwandeling, een rondwandeling met de boswachter en ook een archeologenrondwandeling. Dus voor elk wat wils, voor de kinderen is er kleurplaten die ze in kunnen kleuren, scherven kunnen plakken, kortom, van alles te doen, maar kijk zelf. Er is nog een stukje wat bevaarbaar is. IJsland. Dan stappen we op een huidige wat ook wat voor je gedaan. En Lisa en Sanne zakt ook maar weer. En ook de achterliggende gedachte, de lui leven. Maar is het nou ook zo dat mensen hier uit de omgeving, dat ze mensen... Voor Frits. Voor Frits. Twee koffie. En dit was gekruid koek. Prima, bedankt. Ja, oké. Okay. Ja. Zitten ze dan? Ja. Ja. Dat is ook in Veenhuizen. Ja. En ook van die hele mooie oude Russen. Ja. Mooie geworden. Ja. Trix, ja. Een vraag. Ja. Je hebt een expositie heb je in het gemeentehuis van Ommen. Ja. En je staat hier met een kraan. Wat heb je nou specifiek gemaakt? Je hebt het samen met vrouwen van nu heb je dat gedaan. Ja. En wat was jouw inspiratie om dit wat te maken? Nou, jullie zijn de inspiratiebron. Oh, dankjewel. Jullie zijn de inspiratiebron. Jullie vroegen de bewoners van Bollebrug om mee te denken, om iets neer te zetten. En zo heb ik het idee opgepakt om een expositie te organiseren. En daar zijn twee exposities uitgekomen eigenlijk. Zo. Ja, één in het gemeentehuis in Ommen, waar de vrouwen van nu Bollebrug Vinkenbuurt staan. En die hebben hele bijzondere schilderijen gemaakt. Ja. En acrylverf en olieverf, pastel, krijt en potloodtekeningen. Dus heel gevarieerd. Ja. Wat op de Ommerschans slaat en te maken heeft. En de tweede, de kunstexpositie, kunsttentoonstelling, die zal in oktober, november plaatsvinden. En die zal in de Gashouder in Demersvaart zijn. En dat is een kunsttentoonstelling, dat is het verschil met de Ommen. Daar zijn alleen schilderijen. En Demersvaart zullen allerlei kunsten te zien zijn, zoals glas, keramiek, schilderijen, waardeloos materiaal. Ja, ja. Dus ook dat is gevarieerd. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, stuur de mensen er maar naartoe. Dat gaan we zeker doen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, dat is een genetische structuur die in de markt is. Alle koeien die bio's aanleg hebben, daar ook een nakomeling van aan. En wat, waarom deze kaas wel dat kaas is? Ja, welke liefst ik wil van hem. Oké. Ja. Als je in kort. Ja? Ja, we zijn hier bij de kaas. We zijn hier bij Pieter Koonstra. En Pieter Koonstra maakt de weldaad. En er staat Vrije Loopkaas. Vrijloopkaas. Vrijloopkaas. Klopt. We proberen. Wat is vrijloopkaas?
vrijloop kaas. Wij proberen de koeien zoveel mogelijk de mogelijkheid te geven om hun natuurlijke gedrag te vertonen. Zowel in de weideperiode als in het land lopen. Maar in de winter, als er te nat is in het land, dan willen we ze graag in de stal eenzelfde onderkomen geven. Heel veel ruimte per koe. De koeien hebben bij ons 14 vierkante meter per koe om te liggen. Dat is ongeveer 4 keer zoveel als traditioneel wat gebouwd wordt. En ja, zoals je voor mensen wel een wellnesscentrum hebt, dan zeggen wij, we hebben een weldadig onderkomen voor onze koeien. En dus het staat een beetje op het welzijn voor de koeien. En het is ook gelinkt aan de historie van het gebied, de maatschappij van weldadigheid. Johannes van der Bos deed in de tijd de bodemvruchtbaarheid hier in de streek op peil brengen door huisafval vanuit het westen hier naartoe te brengen, hier dat te composteren. Getuige daarvan kun je zien dat er heel veel scherven worden gevonden op de gronden hier. Die hebben wij op een tweede Pinksterdag met 4 man over het Muisland gezocht en dat hebben we toen, dat was onze oogst. De hele pot vol? De hele pot vol. Dus nee, dat komt dus van zoals hij dat toen de tijd met compost deed. En wij doen nu eigenlijk oude kennis over bodemvruchtbaarheid, wat hij toen toepaste, op een nieuw, in een nieuw jasje in een modern bedrijf, door houtsnippers te composteren in onze stal. We proberen de stikstof die de koeien uitscheiden via de urine en via de mest te binden aan de koolstof van het hout. En dat gaan we dan vervolgens toepassen op onze bodem. En doordat er veel organische stof in zit, krijgen we meer pieren van, meer bodemleven. En zo proberen wij op een duurzame manier ons bedrijf rond te zetten. In het composteringsproces in de stal, die houtsnippers die worden heel warm. Die warmte die bij die compostering vrijkomt, die gebruiken wij om onze woning te verwarmen en onze ontvangstruimte, waar we lezingen houden over wat we met ons bedrijf doen en waar je de kunst kunt bekijken vandaan. Oké. Ja, dus vandaar de kaas, de weldaad, gelinkt aan de naam van het gebied en de weldadige onderkomen voor de koe. En ik zeg, als je een stukje kaas proeft, dan is dat een weldaad van de tong. Want ik ben er zelf wel enthousiast over. En nu mag ik natuurlijk even proeven. Hebben we een plakje gehad? Ik zou graag een plakje willen proeven. Eens kijken of het ook een weldaad voor mij is. Ik hoop het. Dit is nog een vrij jonge kaas, een graskaas. Van het moment dat de koeien ook al buiten liepen in de wei. En deze kaas is dus geproduceerd op grond die door bedelaars is ontgonden. Dus misschien dat je nog een beetje bloed, zweet en traan kunt terugvinden in de kaas, zeg maar. Ja. In ieder geval de beleving erbij in het gebied. En ja, wij profiteren alle dagen van de strakke kavels en de boel die hier in de cultuur is gebracht. De landbouw heeft hier heel lang voorop gelopen. Het was echt een voorbeeldfunctie, denk ik, van landbouw ook wel. Johannes van der Bos paste nieuwe technieken toe. Hij probeerde met brem meer stikstof in de bodem te krijgen. Brem is een vlinderbloemige. En wij doen dat nu weer met klaver, zodat we zo min mogelijk kunstmest nodig zijn. En dan toch eigenlijk zelfvoorzien kunnen zijn bij eiwit voor onze koeien. Oké. Ja. Smaakt het ja. Ja? Ja, het is een weldaad voor de toon. Oké, dankjewel. Hartelijk dank. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, ik loop hier de expositieruimte binnen. En ik zie tafels vol met allerlei scherven van aardewerk, van glas, muntjes. Kunt u me daar meer over vertellen, wat u hier zo allemaal heeft uitgestald? Ik ga mijn best doen. Alle vondsten die je hier ziet, komen ook daadwerkelijk allemaal uit de Ommerschans. Dus dit is allemaal vondstmateriaal uit de Ommerschans zelf. Dit is slechts een dwarsdoorsnede van alle vondsten die we gedaan hebben. Als het goed is hebben we ongeveer 25.000 objecten opgegraven. Die liggen natuurlijk niet hier nu. Die liggen allemaal op onze werkgroep in Rauwveen. Maar dit is wel een dwarsdoorsnede van wat er gevonden is. Dus veel aardewerk, glaswerk, porseleinwerk, naar de kleipijpjes uiteraard, metaalvondsten. Achter jullie ook nog de spreukenborden. En een klein stukje over kunststof, wat die voelen wij natuurlijk ook. Maar dit is na de onderschansperiode, maar is hier wel gevonden. Dus ja, vrij divers. Wat een prachtige spreuken zijn hier. Ja. Zoals zout is beter dan goud. Ja, dat is ook mooi. Ja, die borden die zijn hier niet gevonden, die hele borden daar. Maar die zijn hier even neergezet om een idee te geven hoe een spreukenbord eruit ziet. Oké. Okay. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal fragmenten wat we hebben. Maar ook in onze vondsten staan best wel leuke spreuken. Ja. Kijk hoor, Oost-West thuis best. Ja. Dank God voor alles. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Recht door zee, nog met de oude G. Met de G, zeg maar. Ja. En ze moeten daar liggen nog wel meer. Ik zie. Heel veel. Best. Ja, echt heel veel. Ja, helaas hebben wij geen hele spreekwoorden, maar wel veel fragmenten, zeg maar. Ja.
Dat zijn er ontzettend veel. En zowel porselein als aardewerk. Ja, ja. Pijpenkoppen zie ik hier allemaal nog. Ja, dit is allemaal 19e eeuws. Er zit een enkel intussen die ouder is, maar dit is 19e eeuws materiaal allemaal. Ja. Ja. De grote pijpenkoppen, want toen was de tabak niet zo duur meer, dus de pijpenkoppen waren groot. De oude pijpenkop is de oudere, dus dat is uit de 18e eeuw. Die waren natuurlijk een stukje kleiner, want toen was de tabak veel duurder. Oké, dus dit is een 18e eeuwse pijpenkop? Die zal 1750, omstreeks 1750, 1780 zijn. En toen werd de tabak goedkoper en toen kregen we deze pijp. Dit is eind 20e eeuw, begin 21e eeuw, zo'n beetje. Ja. Bijzonder. Dat je goudse dit producten kunt zien van wat de prijs van de tabak is. Ja, ja, de waarde kun je er heel goed aan. De oude pijpen tabakjes waren nog veel kleiner. Die waren een centimeter hoog, dus dan praat je over zoiets. Ja. Het was pijptabak heel duur. Ja, 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 ja. Dat kon niet iedereen betalen. Maar roken, pijproken is een gemeengoed in Nederland. Veel mensen rookten, dus we vinden overal in Nederland veel pijpmateriaal. Ja. En uiteraard hier ook op de Ommerschans. En ook hulzen? Is dat nog uit de periode van de vestingtijd? Denk het niet. Want nee, dit zijn losse flodders. En ik ken ze zelf niet, maar ik denk dat die na 1900 zijn. Ja. Rondom de Eerste Wereldoorlog. Het zijn zeker geen bekende patronen van daarna. Nee. Maar het zijn losse flodders, oefenpatronen. Oh, oefenpatronen. Ja. 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 Dat past wel, de Ommerschans is eigenlijk nooit gevallen. Nee, maar wel bewaard. En daarvoor was het de schans natuurlijk. Ja, er ligt ook een musketkogel tussen, die ligt er ook. Ja. En daar worden schelpen geplakt? Daar wordt nu geplakt en de vondsten worden ook allemaal beschreven. En die voert Fred dan ook meteen in de computer, in de database. Oké. Want alles moet natuurlijk nog vastgelegd. Ik was al allerlei in de Geduldig werkje. Ja, dat is een monnikenwerk. Of het is een monnikenwerk. Ja. Maar het is wel heel mooi. Ja. Het is, en ik vind zelf het mooie eraan van je maakt het weer gedeeltelijk heel. Je kunt ook restaureren waar je niet meer kunt zien dat het oud geweest is. Ja. Maar kijk, we restaureren het hier zo van. Als er een scherfje ontbreekt, zoals hier, dan laat je dat lekker gewoon zitten. Dan kunnen mensen ook zien van, het is oud geweest. En, en dat restaureren, ik doe het met houtlijn. Veel mensen staan daar een beetje vreemd van kijken. Ja, dat is ook vreemd. Houtlijn, maar dat wil goed. Je kunt nog een beetje wat manipuleren, dat het goed komt te zitten. Ja. En houtlijn, het voordeel ervan is, van je kunt het ook oplossen. Je legt het in het water en het valt eruit. En dat is eigenlijk ook een voorwaarde dat als je het weer naar het decor wil doen, er moet altijd gelijm zijn met een lijm wat oplosbaar is. Dus dat is dat, met houtlijn wil dat, wil dat prima. Ja, heel bijzonder. Ik dacht houtlijn met porselein, dat is een rare combinatie. Ja. Ik heb in het verleden ook wel eens wijn geprobeerd, wel eens waar ik denk, god, misschien moet ik wel een seconde wijn proberen. Maar ja, dan is het van klik en dan denk je zo. Ja, net niet. Kijk, je hebt met houtlijn, we kunnen een beetje wat schuiven dat het goed zit. En dan doe ik er een klein stukje tape om er wat spanning op te zetten, dat hij het vasthoudt. En als het helemaal nodig is, zet ik het nog even in het zand om helemaal de vorm goed te krijgen. Ja. Nou, als dat gebeurd is, dan heeft Erik met zijn team het beschreven op het document wat het allemaal is. En hier staat alles eigenlijk op. Ja. Het fondsnummer, wat het is, de maten staan erop, het materiaal. En dit leg ik allemaal weer vast in het systeem. Ja. En als dat klaar is, dan heb je eigenlijk een database waar je kunt zeggen van nou, hoeveel vispotten heb ik, hoeveel borden heb ik. En dan meteen de foto's erbij, dus eigenlijk heb je dan in één keer het hele verhaal bij elkaar. Ja, ja, ja. Dat is echt, dat is de opzet van alles. Ja. En dat, maar het is wel heel en dat is allemaal wat dan hier gevonden is, ja, in de Ommerschans. Ja, maar hier nu in deze moment, dat is allemaal Ommerschans. En er gaat best veel tijd in zitten. Dus net wat Erik zegt, er zijn 24.000 à 25.000 objecten. Dat kunnen scherven zijn, dat kunnen complete kopjes zijn, dat kan van alles zijn. Maar het moet beschreven worden en moet vastgelegd worden. En dat is best een hele klus. Een beetje monnikenwerk. Als je dit zou hebben, dan zou dit. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Oké,
leuk. Dus ja. U staat hier op de markt, op de ja. Belevenismarkt. Ja. Op een mooie zonnige plek. Nou, zeker. Dus de zon die gaat nu weer achter de bomen, dus het wordt hier wat aangenamer. Ja. Waarom staat u hier? Nou, ik heb dit boekje geschreven. Oké. Okay. Barteltje en Marta avontuur in de Ormeschans. Daar ben ik voor gevraagd. Samen met Femi Hiemstra. Die heeft de tekeningen gemaakt in het boek. En dit boek is gebaseerd op een echte geschiedenis van twee meisjes die vanuit Groningen bedelend opgepakt naar via de gevangenis in de stad, Groningenstad, in Ommerschans terecht zijn gekomen. En later weer zijn vrij. En daar heb ik een heel verhaal omheen gemaakt, zodat het ook voor kinderen, met name de bovenbouw van de basisschool, duidelijk wordt van wat hier gebeurd is in Ommerschans. Want ja, er is zoveel gebeurd hier en er ligt zo'n geschiedenis, landschappelijk gezien, sociaal gezien. Ja. Dat het natuurlijk heel mooi is als kinderen, met name uit de regio, weten wat hier gebeurd is. Dus ja, daar gaat het boek over. Oké. En nou, we hebben er al een aantal verkocht, dus leuk. Ik hoop dat veel mensen er kennis van nemen. Ja. Ja. Barteltje en Marten. Ja. Het avontuur in de Ommerschans. Dat klopt. Geschreven door Jochen Banneveld. En de illustraties waren van Femi Hiemstra. Van Femi Hiemstra, Femi Meijering, dat is de naam die ze gebruikt, haar eigen naam. Oh ja, haar eigen naam. Geboortenaam, hè? Goed. Ja. Nou, dus, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En ik zie daar ook nog een spel, het Ommerschansspel. Ja, dat is ook door Femi ontworpen en helemaal gemaakt. En als je dat spel speelt, het is een soort gansbordspel, ja. Dan... leer je al spelend ook over de geschiedenis van de Ommerschans, met name dan de tijd van de bedelaarskolonie. Ja, ja, ja. En een erg leuk spel. Ik heb hem zelf ook. En het is een erg leuk spel om te spelen met kaartjes erbij. En dan krijg je helemaal een indruk van hoe de mensen daar gewoond hebben en hoe ze daar geleefd hebben. Dus, Oké. Het zal niet makkelijk wezen om bij start te komen, denk ik. Want dat was 200 jaar geleden ook heel erg lastig. De start is misschien, maar om vrij te komen. Ja, dat is een heel... bij het eind. Ja, bij het eind. Van u hebt gewonnen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar dat spel. Ik heb hem thuis, ik heb hem nu zelf ook, dus ik ga hem zeker spelen. Nou, leuk. Heel leuk, ja. Goed, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Hallo Inge, je staat hier met een kraam met allemaal hele lekkere bieren. Verschillende speciaalbiertjes. Ja, en waarom zijn dat speciaalbiertjes? Nou, het zijn speciaalbiertjes van Malust en dat wordt gemaakt in Veenhuizen. Dus dat heeft weer de link met hier met Ommerschans. Ja. En de organisatie heeft mij gevraagd als ik hier met die speciaalbiertjes wil gaan staan. Ja. En er zijn er nu 5, maar ze hebben er echt 7. Maar 2, de bokbier is er nu niet. En 1818 die wat is op en die wordt weer opnieuw gebrouwen. Okay. Dat is een heel zwaar bier. En die is op? En die is op, ja. Zo. Ja. Nou, zoals de triple en de dubbel, dat is ook al wat hoger in alcohol. Dus als mensen dat willen, kan het. Ja. Ze hebben prachtige namen, hebben ze ook, hè? Ja, klopt. Ja. De Vagebond, de Kolonist, de Mooie Madame, de Weldoener. En de zware jongen? En de zware jongen, dat is dus de trippel. Die heeft dus meer alcohol. Ja, er zit meer alcohol in. En u heeft ook een mooie glas er zelfs nog bij. De glazen erbij, je hebt verschillende biertjes. Als je een gewone pilsje hebt, heb je ook gewoon dit fluitje. Daar kun je dan ook hier in doen. En zo'n trippel is wel mooi in zo'n lokaal. Hè? Dat is zeker mooi. Ja. Nou, het ziet er heel mooi uit. Het is om en te koop. En alleen maar bij Slijters, niet bij de supermarkt. Dus okay. Dat is ook wel een mooie iets voor ons in ieder geval. Ja, klopt. Het is echt een ambachtelijk bier, maar ook nog door de vakvrouw in dit geval verkocht. Ja, precies. En hun zeggen ook, de slijterij heeft ons groot gemaakt, dus daar blijven we dan ook gewoon bij. Oké. Okay. Alleen maar mooi. Ja, mooi. Ja. Hartelijk dank. Leiding weg. Oké. Okay. Ja. Dus dan had u met de gids mee kunnen lopen, maar ja, dat is... Goedemiddag, Harry. Hallo. Je staat hier namens de historische vereniging Ommen. En je staat hier, en zoals ik het zie, met een kopie van een ceremonieel bronzen zwaard. Wat voor zwaard is dat? Dit is inderdaad een ceremonieel bronzen zwaard. En die is gevonden bij de Ommerschans. Dus niet in de Ommerschans, maar bij de Ommerschans. En eigenlijk in het gedeelte wat men nu noemt Maatschappijweek.
Daar heeft een 21-jarige, zeg maar een bosarbeider, die was bezig in het graven van de heide, tot hij op een gegeven moment tot ontdekking kwam, hé, wat is dit? En toen is het gegaan naar de landgoedeigenaar, dat was de familie Lubs in Duitsland. En daar is hij jaren geweest, tot op een gegeven moment de familie Lubs, de kinderen althans, denk ik, misschien wel de kleinkinderen, dit op de veiling hebben verkocht. En dat hebben ze verkocht aan de museum van Houtheden in Leiden. En voor een lieve somma van €550.000. Zo. Ik heb het niet in mijn zak. Nee, maar... nee. Nou, dan snap ik ook dat hier een kopie staat. Er staat inderdaad een kopie. Precies. En het origineel is nu, gelukkig ook eigenlijk, te vinden in het museum. Maar dan hoort het dan ook. Ja. Kunnen we er allemaal van genieten. En hier kan de bevolking hier van de omgeving van genieten. Maar weliswaar een kopie. Hij staat in het streekmuseum. In Ommen. Zowel in Ommen en ook in Leus, in Paltoog. Oké. Nou, hartelijk dank. Graag gedaan. Nou, hallo Lieselotte. Hi. Hallo. Frits. Jij staat hier ook op de markt? Ja, klopt. En waarom sta jij hier? Voor de voorverkoop van de kaarten voor een evenement op 25 augustus, de Verborgen Vaart. De Verborgen Vaart? De Verborgen Vaart. Oh, dat klinkt dat mysterieus. Ja. Wat is dat? Nou, dat is een stukje erg mysterieus, want dan zie je de vaart bijna niet meer. Maar aan het begin van de vaart nog wel. Ik zal het verhaal vertellen. Er was ooit een, of 200 jaar geleden, wilden ze een waterweg aan en afvoer van producten graven vanuit de Dedensvaart in Balbrug naar de Vecht in Ommen. Ja. Want de Vecht in Ommen, dat is laagwater, hoogwater, dat ging niet zo makkelijk. Dus vandaar de vaart. Ja. Ze hebben een begin gemaakt en ze zijn gestrand in Witharen. Witharen, witte haren, witte zandbulten, verhoging in het landschap, ze konden er niet doorheen. Het begin van die route, van die vaart, is nog bevaarbaar. Daar gaan we ook varen. Okay, en met een schip? Met een schip, met een platbodem vanuit de historische kring Averreest. Oké. Okay. En daarna gaan we over landerijen, van privé landerijen. Ja. Dus hebben we toestemming gevraagd van landeigenaren en gekregen. En daar lopen we langs het water wat er nog van over is. Het wordt steeds minder, steeds minder. Ja. En dan uiteindelijk komen we aan een weg, dan wordt het wat een saaie stukje en dan pakken we een stukje huiskartocht. En dan gaan we weer een stukje door het land varen, of door het land lopen en dan komen we op de Witharenweg in Witharen weer terug. En dan gaan we weer terug naar Tolhuis waar het staat. En daar laten we ook een droneopname van de vaart zien. En er wordt een toneelstuk gespeeld. Er worden vergeten groenten verbouwd en gebruikt voor een speciaal broodje wat gebakken wordt en worst wat geproduceerd wordt. Door een enthousiaste bakker en een slager. En plus een vegetarische hond. Oh, dit is pauperkoen. En het verhaal wordt onderweg door paupers verteld, dus de zwervers verteld. Door gidsen die. Door gidsen die onderweg. Ja, het verhaal die dat vertellen. Ja, ja. Er kwam net achter ons een brommer binnen. Daardoor hadden we wel geruis op de achtergrond. Maar je bent nu weer loud en clear weer te verstaan. Dus dat is mooi. Okay. En je hebt kaartverkoop? Ja, klopt. Zijn er nog kaarten te koop? Er zijn nog wat kaarten te koop. We zijn erg vroeg begonnen. En één tijdslot van 15, van een half uur is al vol. Dus we kunnen 200 mensen kunnen we herbergen. Ja. Omdat je met busjes vanuit Witharen naar het beginpunt wordt vervoerd. Ja. Er kan 15 mensen in. De boot kunnen 15 mensen. En in de huifkar, dus elke keer 15 mensen mee. Ja. En het begint dan om 9:30 opening. 10:00 starten we met de tochten. Ja. Elk half uur 15 mensen die weggaan. En om 4:00 middag de laatste. Oké. Kijk. Ja. Ja, en dan ben je dus gebonden aan een beperkt aantal mensen. 15 beperkt per aantal uur. Kaarten. Ja. Dus als mensen mee willen, dan zou ik zeggen, dat je een kaart krijgt. Ja, we hebben een foldertje waar tot en met vandaag de voorverkoopdata op staat. Maar we hebben inmiddels weer nieuwe voorverkoopdata. Dus. Oké. Okay. Ja. Goed. Maar op de Ommebissing in die juli, augustus. Jullie staan ook op de Ommebissing met de kaartverkoop? Ja. En verschillende bissingdagen dus. Ja. Ja, klopt. Prima. Ja. Nou, veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Oh, goedemiddag, Thea en Pieter. Hallo. Hallo. Ja, hi. Nou, jullie staan op deze zonovergoten markt. Ja. Ja. En waarom staan jullie hier? Nou, vertel maar, Pieter. Wij promoten de expositie die nu is in Atelier Beeldentuin Witharen. In Witharen. Ja. En daar hebben we
met pottenbakker Harry Neutaal uit Hardenberg. Die heeft de kommen nagemaakt, waar de mensen vroeger uit aten. En er is ook spreuk ingezet. En dat deden de kolonisten zelf ook. Die zijn dus gevonden in de gracht eromheen. Ja, ja, de Ommerschans. En die hebben we net al gezien bij de archeoloog. Ja, de en die heeft scherven. Thea weer nagemaakt. Die scherven ook. Dus gereproduceerd. Dat is een nagemaakte scherf? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het is geen echte. Nee. En daar is de halve spreuk op, want ze zijn immers kapot. Ja. En toen heb ik, ze heeft ze mij gevraagd of ik ook een paar wilde maken. En ik heb ze een beetje op de eigen tijdse manier, zoals ze nu dan graffiti erop zetten. Ja. Zoals ze nu gevonden zouden worden, zeg maar, in deze tijd. Over zoveel tijden zou je dit kunnen verwachten misschien. Ja. Is een beetje... Ja, en Pieter, die heeft de kolonisten geschilderd, hè? Of getekend. En die hangen bij ons in de beeldentuin. En dit zijn de kleine versies. Maar die heeft 12 van die portretten geschilderd van de mensen die in de Ommerschans hebben gezeten. En misschien is het aardig om nog even te vertellen dat Ab Bout, ik weet niet of die nog hier is. Die is bij het kerkhof. Heb je hem net, geloof ik. Oké, die heeft een voorvader van hem geschilderd. En dat schilderij dat hangt hier vlakbij. Ja. Deze. Ja. Dat is het schilderij van, dat is dus een portret van zijn bedovergrootvader. En dat is Ab Bout. Je komt even op de televisie. Goeiedag. Ja. Of zoiets. Ja. Kijk, en ik ben net even aan het vertellen dat jij ook een portret hebt geschilderd van jouw voorvader. Ja, ik ben voor mijn bedovergrootvader. Die is als bedelaar hier opgepakt in 1855. En toen was hij van 1842 al weg van huis. Hij was van huis vertrokken, had 8 kinderen, heeft de deur dicht gedaan en is gaan zwerven. En die kwam hier terecht. Is na 4 jaar ontslagen weer als bedelaar en werd toen hoevenaar. En is in 1856, meen ik, is hij hier overleden. Hij ligt heel begraven. En ik heb net een kerkhof hier getekend waar die begraven ligt. Okay. Ja. Oké, maar nog even terug naar deze kraam. Het is misschien wel leuk om nog even te vertellen dat wij ook die schalen, die... Kijk, Pieter heeft ook een aantal schalen die gedraaid zijn door Harry Neutel. Heeft hij beschilderd op eigen tijdse wijze. En hij heeft vandaag, is hij dus ook bezig geweest om andere schaaltjes te maken. Maar goed, daar is de droogte erg hard, dus het gaat niet zo hard. Dus dat was heel leuk. En wat ik ook nog even vertellen wil, is dat we dit is het gebouw. En dat heb ik in keramiek gemaakt, de contouren. En wat ik heel erg mooi vind, die kolonisten, zowel die mannen, die vrouwen, de rode pakken eigenlijk, wat de deserteurs waren, die wegliepen, moest je een andere kleur pak hebben. En ook die blauwe, ik vind het prachtig gemaakt. Dat is ook logisch, want ik loop zelf ook in die kleding. Ik heb alleen mijn jasje nou uit, gezien de temperatuur. Maar voor de rest heb ik de gelijke kleding aan als daar staan. Erg mooi. Ja, kijk, hij heeft ook een... Ja. Nou, dankjewel. Bedankt. Ja, leuk. Nou, leuk dat we even wat mochten zeggen. Ja. En we gaan nog even genieten. Ja, prima. Nou, nog wat gevonden? Ja, de buiten is binnen. Ja, de buiten is binnen? Nou, ik zal zeggen, jazeker. Goed. Ja. Oh, helder. Goeiedag. Goeiedag. Voor een gedeelte van de oude gracht. En dat was voor mij al jarenlang terug. Ik kom zelf uit Zwolle. En dan kun je hier net als klein jochie naar komen op de fiets. Een beetje de afstand. Kun je een goede dag verpozen. En mijn moeder zei van, je gaat maar eens even lekker naar buiten toe. Gaat we thuis zitten. Zo een beetje zo'n middelbare schoolleeftijd. Ga er maar eens even lekker naar buiten. En dan kom je onder andere hier, de Ommerschans. Wat het is, ik had nog geen idee. En je ziet wel allerlei water en vooral toen al veel brandnetels. Hier was het helemaal nog een allegaatje aan opstand en een beetje een rommeltje. Na jaren werk, archeoloog geworden. En waar had ik een opgravingsklus in Harderwijk, het Dolfinarium. Daar in de buurt werd een
voormalige kroeg werd omgebouwd tot casino. Er kwam een grote kelder eronder en er waren opgraven. Er kwamen een aantal bierfunnen eruit, dus eigenlijk waar de mensen toiletten hadden en hun afval in gooiden. En omdat al het afval erin zit, moet je dat heel nauwkeurig onderzoeken. En dat doen we door het water erop te spuiten en doen. Je ziet eigenlijk je vingers in de poep. Scheefjes, vissengraatjes, vissenschubben, hele potten, zelfs een zwaard eruit halen. Dat soort leuke dingen haal je daar. Wat je zo al weggooit in de tunnel. Ik heb wat anders dan de zachte doekjes. Er was één iemand was erbij, Willem Bemboom. Kennen de mensen wel waarschijnlijk van de ponypark ook wel. Nou, die was daar, was die mee gestopt, dat was het pensioen. En die kwam een keer een dagje helpen. Ook lekker voeten in de poep. En korte tijd daarna kregen we als bedrijf, want ik werkte bij een bedrijf. En die kregen we een aanvraag voor het doen van een archeologisch onderzoek in de onderschot. Hey, dat lijkt me leuk om te doen. Maar het bedrijf zei nee, dat gaan we niet doen. Het is te risicovol en die dachten dat er een hele opgave moest komen. En aangebeld, er moest een booronderzoek komen. Dus een gaatje spreken met een soort boor waar het paal in boort. Van helemaal in het westen. Nou, helemaal naar het oosten, dwars door het gebied heen. Zit er nog iets in de grond? Wat zit er in de grond? Is dat heel? Is dat wat geploegd? En om daarnaar te kijken. En wat kunnen we ermee om iets in beeld te brengen? Gedaan, en het blijkt dat in de weilanden hier rondomheen nog perfect mooi de grachten nog onder de grond zitten. Helemaal opgevuld, prachtig mooi vlak gemaakt door de boeren. En dat hij dus het beste opbrengst heeft voor zijn gras. Maar onder de grond zit eigenlijk nog een hele wereld aan grachten en wallen, zit toch nog verborgen. En hier in het binnengebied, overal steen en puin en brandnetels. En we hebben boeronderzoek gedaan en de eiken een beetje bij verslingerd geraakt. Met als gevolg, dat is ongeveer 10 jaar terug, dat ik in die 10 jaar tijd lid ben geworden hier van een stichting Participatie. Dat is een club die zich in het leven heeft geroepen vanuit de gebiedseigenaar Staatsbosbeheer. En omwonenden om er iets moois van te maken. En alle informatie bij elkaar op één hoop te gieten tot een mooi ding wat je kunt beleven. Dit is daar het meest sprekende voorbeeld van, vind ik. Een gedeelte van de wal. Hij lijkt een beetje nietszeggend nu erbij te liggen. Dat komt omdat het maar een stukje is. Hij ligt ook ietsje anders dan de oriëntatie van de andere wegen en paden. Dat hij ligt een beetje vreemd bij. Maar hij ligt wel precies op de plek waar hij hoort te liggen. We hebben ook weer onderzocht met boringen, kleine testputjes. Hier heeft een wallichaam gezeten. En daar waar de tent nou staat, daar kwam je vroeger het terrein binnen. En aan die kant, eigenlijk waar de grootste dikke bomen staan, daar was vroeger een bastion. Dat zijn die wiebertjesvormige punten. Daar kon een artillerie op staan, het zware geschut. En hier kon je eigenlijk op meerdere niveaus, aan de andere kant ligt nog een lage wal. Kon je eigenlijk net als van die grote schepen met de kanonnen erop. Kun je meer lagen, kun je een vijand heerlijk een kogel uit de nek schieten. Op dit moment stroomt er weer water. En lange tijd was het zo dat het grachtwater van de Ommerschans stond stil. Veel algengroei, weinig dieren. En er is aan de andere kant, daar gaan we vandaag niet naartoe, maar daar moet je echt een andere keer naartoe gaan. Daar is een tussengracht met hele mooie bladvormige stapstenen. Nu staan ze bijna droog. De gracht staat bijna droog, maar in de winter staat er meestal juist andersom, er staat er een half meter water boven. De heren ingenieurs hadden berekend dat dat niet zou gebeuren, maar berekeningen gaan niet altijd zo. Ik vind het prachtig mooi dat we zijn nu poelen gemaakt voor de padden en andere beesten. Maar het is mislukt. Stiekem heb ik dan lekker van hehe. Maar let wel eens even, ik ben pro-natuur. Wat is namelijk aan de hand geweest, hebben die zaken zodanig goed omgespit. En de onderzoekers die voor de natuur hebben gezocht, die hebben een aantal plekjes grondmonsters genomen. En die dachten tot 35 centimeter moeten de akkerlaag eraf halen, dat is de gemiddelde ploegdiepte. En dan is er schrale grond en dan kan er mooie pioniervegetatie met vlinders en vogels en alles wat erbij hoort. Hartstikke mooi. Maar wat bleek, de boel was zo diep omgezet, dat er als een soort zebrapad had je donker licht, donker licht, donker licht. En al die donkere grond, zo vruchtbaar als de pest, daar groeide het gras nog zo tot en met. En dan had je die schrale stukjes. En weer vruchtbaar. En weer schraal. Dus het was net een op en neer gaan van de grassen. Nu zie je het ietsje minder. Maar het in cultuur brengen van grond. En dat weer tot natuur maken. Archeologen en natuurbeheerders zijn wat dat betreft niet altijd even met elkaar vrienden. Ik heb projecten in Hellendoorn gehad. En er werd een middeleeuwse meidoornhaker weggehaald. Want dat was niet zo mooi in de natuur. Dat paste net niet in het met computer getekende plaat.
Dus ja, ja zeker. Ga van. Dat is leuk. Zo. Oh, die kan ik zo. Oh, ja. Ja. Is dat er ook een moedwillig ingestopt? Nee. Nee? Nee, ik denk het niet. Oh. Wat mooi zeg. Laat het kopen? Oh, is kopen. Maar we hebben een soort theepot. Oh, leuk. Ja, en dat maar dat hadden we eerst ook gedaan. Oh, kijk dan. Kun je zien waar het is of niet? Heb je ernaar gekeken? Oh, dit is mij. Twee potjes. Ja. Ja. Dat is iets moderner. Ja. Dat is spontaniteit. Ja. Een blauw bord of zo? Een schip van een schop. Van dat? Oh, dat zou ook kunnen, ja. Dat vind ik echt een van de mooiste rustige plekjes. Terwijl je eigenlijk zijn we hier nu op een gedeelte van de begraafplaats. En op deze zone, tot aan waar we straks even zullen stoppen, daar liggen ruim 5.500 mensen begraven. In de 80 jaar dat hier mensen zijn geweest, zijn er op sommige momenten meer dan 114 mensen per jaar overleden. Soms nog grotere aantallen. Deels door ziektes. Cholera en dergelijke, dat heerste echt nog. Pas in de 19e eeuw zijn we dergelijke ziektes eindelijk een beetje de baas over zijn. En tot die tijd was het eigenlijk nog een onbekendheid. En met voortschrijding in technieken en ziektebestrijding hebben we het onder de knie kunnen krijgen. Mensen liggen hier begraven, zonder naam, zonder steen. En dat is straks onmiddellijk. Maar zonder naam en zonder steen zijn er liggende mensen hier. Het is niet helemaal bekend of het nou één grote kuil is geweest waar ze af en toe werden ingekieperd. Ik denk zelf dat ze nog wel zoveel respect hadden om wel graf te doen. Onderzoek daarna is nog niet mogelijk. Het is geen rijksmonument dit gebied hier. Dat is alleen maar de aardappelkelder, Alex Vleermuizen. En een gedeelte nog van de wallen op de Noordoosthoek, dat is een rijk monument, daar mag ook niks komen. En de rest is qua monumentstatus alleen maar een archeologie, is een terrein van Hoge Waard. De joekel van de begraafplaats en de stenen met een kruis erbij, dat zijn deels de mensen die begraven zijn vanuit Veldzicht. Die zijn doelbewust, die zijn niet voorzien van een naam. Om na de dood, met de dood is iedereen gelijk, om na de dood nog weer lastig te kunnen spreken over die persoon. Hij is dood, goed genoeg. En hoef je niet nog naar de dood, dat was er eentje die... Want de mensen die hier zaten, waren de longstay patiënten. Mensen die dus niet weer terug wilden in de maatschappij. Dus ze hebben geen zak aan. Een van de mensen die hier ook begraven ligt, Sientje, is ook vermoord. Met een actie, ze hoorden een gil en het was gebeurd. Een aantal weken terug was het grote nieuws. Ik denk dat de dergelijke realiteiten ook hier zijn. Lieve kolonisten, welkom hier in de kolonie. Mijn naam is Lippold, dokter Lippold. U weet wie dokter Lippold is? Ja. Dat bent u. En ik. Maar ik moet in het verleden was het zo, de dokter Lippold uit Duitsland kwam. Hij was kruidenarts. Maar hij bezoog de mythe dat de mensen bij je bij stond. Daarvoor is hij voor het gerecht gekomen in Keulen. En toen kreeg hij te horen, hij had twee keuzes. Hij kon in Keulen opgesloten worden voor de rest van zijn leven. Of hij werd de grens overgezet. Dat was in die tijd ook een straf. Want als je de grens over werd gezet, werd je uit Duitsland verbannen. En dan liep je dan als Duitser in een land waar je de taal niet van verstond, moest je nu het bestaan op zien te bouwen. Dat was heel erg moeilijk. Hij heeft daarvoor gekozen. Hij had alleen één gelukje. Als kruidendokter is hij bij de kolonie aangekomen. En daar was toen net de geneesheer directeur was ontslagen omdat hij te veel geld had gevraagd. En toen hij kwam solliciteren, ze moesten toch een arts hebben en hij werkte daar voor kost en inwoning. Alleen je had er niks aan. Maar hij zat onder dak. Dus erg geluk bij een ongeluk, toch? En die dokter, die vertelde dan ook aan de mensen, kijk wat ik hier heb. Het is een wondermiddel. Wondermiddel Claire de Loo.
gemaakt naar geheim recept van mijn kruiden van mijn overgrootmoeder Antoinette, die helaas op de brandstapel is geëindigd wegens hekserij. Dat was de eerste live barbecue. En hij maakte die mensen wijs dat je met dit wonderen kon verrichten. Stel nu dat u in de kolonie aankomt, dan was het eerste wat de dokter altijd zei van, we gaan de vrouwen en de mannen scheiden en de kinderen ook. Dat was om ze al een beetje onder de duim te krijgen. Een man is natuurlijk anders dan bij een vrouw of bij een jongere, hè? Kasper moet laten zien dat hij krachtig is. Ja, dat is hij wel. Sterk. Beer sterk. Dat wat minder. En voorop door de knieën. Dat moet hij laten zien. En dan zegt de dokter, kijk Kasper, jij gaat zo meteen naar het kledinghuis. Je tenue ophalen. En dan krijg je ook mee, buiten je werktenue, zondagstenue en de slaapmuts. Want warm hoofd, warme voeten. Hoe kan je nou zien of het een echte slaapmuts is? Er zit een pluimpje op, een draadje aan en aan dat geheel hangt een muts. Sorry. Hoe is het met je geheugen, Kasper? Het tijd er weinig goed. Het tijd er weinig goed. Steek je hand erin. Wat zit erin? Nee, helemaal niets. Korte termijn geheugen weg. Ja. Zat je hand in? Ja. Ja, maar je wist niet wat erin zat. Ja, ik weet het niet. Steek je hand erin. Wat zit er dan in? Ja, mijn hand. Kijk, het werkt wel. Dan haal je je hand eruit en dan hou je dit vast zo tussen spitse vingers. Dan ga je zo meteen naar de eetzaal. Is in het hoofdgebouw de lange gouw, tweede deur linkerzijde. Een loket. Je staat in de rij. Je bent aan de beurt voor het loket. Stap je ervoor in. Hier is het loket. Aan de andere kant staat iemand met een bruine boterham. En die zegt, Kasper, bruine boterham? Lekker. En wat zeg jij dan? Lekker. Nee, dan zeg jij, tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Dan krijg je de bruine boterham. Je gaat met je hand in de muts. En je haalt je beleg eruit. Dan krijg je een spontane ijsprong voor zo'n Je vraagt natuurlijk af, waar komt dat ei vandaan? Ik zal het jou uitleggen, mevrouw Mak. Ik ga jullie ook. U ook. Als ik met mijn vinger knip, Sanne, is dat ei weg. Knip ik twee keer, is het ei weer terug. Sanne gelooft dat niet. Kasper, waar is dat ei? In de zak. Let op. In de muts. Weg. Zonder bril is hij weg. Weet je wat, we doen het anders. Heb ik een ei in de hand? Nee. Heb ik een ei in die hand? Nee. Wat heb ik in de hand? Een leeg muts. Een muts. Wat zit erin? Niks. Niks. Waar is het ei dan? Onderarm. Wie zei onderarm? Onderarm. Niet waar? Andere kant. Andere kant ook niet. Nee. Nee, echt niet. Nee, er is geen ei. Dat bestaat helemaal niet. Zit er een ei in? Nee. Nee. Zit er een ei in? Nee. Nee, niet jou vast. Ja. Gaan we voor het leukste aan. Bruine boterham, Kasper! Tok, 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 tok. Ga je met je hand erin, haal je beleg eruit. Ik ga er nog eentje kijken. Ja. Oké, okay, voor elkaar. 5448 doden vanaf 1821 tot 1889. Dat zei ik in 68 jaar. Als je in de gemiddelde stad in Nederland in die tijd 1 dode in de week hebt, is dat een mooi aantal, tussen haakjes mooi. Maar hier was gewoon, lag het aantal gewoon vele malen hoger. Deels door de slechte omstandigheden hier. Terwijl iedereen kreeg wel voedsel, maar je moest er echt voor werken. Maar als je niet kon werken, kreeg je ook geen voedsel. Dus het was een beetje een niet-ethisch systeem, zoals we nu helemaal zouden noemen. Grote sterftecijfers, 1847 met 204 doden. Het is vaak wel zo dat 1 dode is erg. Die ken je vaak. En de rest zijn getallen. Dat is zo'n legerterm.
Dit zijn wel getallen. En helaas zijn niet van alle mensen de namen zo even vrij bekend. Ze zijn wel bekend. En ik vind het altijd wel vrij indrukwekkend om dat te zien dat er zoveel mensen in een jaar overlijden op zo'n klein plekje. Maar dat heeft dus ook deels te maken met die slechte gezondheidstoestand en de situatie. In 1871 zijn de vrouwen hier weggehaald, de meisjes, die zijn naar Veenhuizen gegaan. En dan zijn de jongens hier gebleven tot 1889. En toen zijn ze overgegaan naar Veenhuizen.